de struik. Prupper, goed gegeven. Wilfried Bony, daar is hij dan. En het is raak ook. Hij is in het hoofdstuk nog niet voorgekomen sinds zijn entree. Er klinkt zo hier en daar al een fluitconcert, omdat het begin erg slecht is van deze Gelderse derby. En Huiting daarin de fout. En Bony maakt het meteen af. Wat een blunder van Bram Huiting, de centrale. Van Ginkel. Richting Bony. Bony kan hij aannemen. Ja, Bony, de goal. Dat doet hij uitstekend. Wat wordt daar slecht verdedigd achterin bij Groningen, maar Van Ginkel. Prupper, goed ingestapt. Bony. Prupper, Hofs. Bony. Oh, prachtig. Bony, 3-0. Voor Vitesse. Wilfried Bony achter de bal. Scoorde al tegen VVV. En nu is het hier 1-0 voor Vitesse. Bony. Van Ginkel nu naast Bony in de spits bij Vitesse. Buettner. Daar gaat Bony. Bony in de sandwich. Bony met de goal. Schut achterin geklopt. Callas. Hofs. Bony gaat. Bony. Bony nog altijd. Nieveld glijdt weg. Bony. Hoho. Schitterend afgemaakt. Slecht gespeeld door Scheiman. Bony is oplettend. En plotseling is daar weer veel gevaar. Bony. 2-0. Het hakje mislukt. De bal blijft liggen. Victoria. Vitesse met flink wat mensen richting het doel van Van der Bussen. Chattoria en Bony. Toch weer Bony. Van Ginkel. Mooi balletje. Pedersen. En nu Pedersen. Daar is Bony. En de goal. Omdat Manolev wegglijdt. Van der Heijden helemaal vrij. Jan-Arie van der Heijden, Bony, het is raak voor Vitesse. En dat is een mooie goal van... Van der Heijden, goed gegeven. Nicky Hofs, keeper aarzelt. Bony, doel leeg, goal. Het is werkelijk de eerste keer dat Bony zich laat gelden. Vol theater tegen het gras van het Gelderdom. Bony zoet en Bony wint overtuigend. En zet Vitesse op een 4-0 voorsprong. Sijs is nu even weg achterin. Bony. En Bony maakt de goal. Natuurlijk maakt hij de goal als Vitesse tegen de Graafschap speelt. Buettner met de vrije trap. Van Ginkel. Van Ginkel moet een lopje spelen. Nou, het hakje ja van Bony. De lop lukte niet bij Van Ginkel, maar het hakje wel bij Bony. Zeer opvallend, zeer dreigend. Buettner weer en daar is Bony en daar is het 0-2. En weer een belangrijke rol voor Buettner. Getikt door Van der Struik. Hofs. Hofs. Bony. Bony. Goed gedaan. Op zijn nieuwe voetbalschoenen met langere noppen. Hofs. Handiger dan Van der Velde. Bony. Nou, nu dan. Rijs heeft hij bij zich. Maar hij doet het zelf. En dat is dan de beslissing. Bony schiet. Callas. Prupper. Bony. Uit een kluts. Bony moet scoren. Bony scoort. Mooie schijnbeweging. Zoet gaat liggen en dan kan hij de bal in het doel tikken. Nog 10 minuten in Waalwijk. Bony. En het is raak. Wint dat kopduel makkelijk. Is eventjes langs de kant geweest. Derde minuut. Bij de indraaiende vrije trap van Buettner. Verlengd door Bony. En zo belooft het een zeer feestelijke middag te gaan worden voor Van Ginkel en Bony. Binnen, wat is het? 15, 20 seconden is het 1-1. Hofs. Havenaar. Bony, goal! Dat niet alleen, nog een schitterend doelpunt ook. Van Aanholt, bij de tweede paal is nog Bony. Wordt het allemaal nog erger voor Groningen? Het zou maar kunnen. Bony raakt die bal niet eens goed. En ja, het wordt nog erger. Twee weken terug maakte hij een super... Bony tegenover Pasveer, die uitblinkt vanavond.
Boni. Nu is pas weer kansloos en staat het 1-1. Jorda verdedigen. Reis, Boni. Reis, daar kan de 2-0 komen. Reis en Boni en het wordt 2-0. Dat wordt 2-0. Vitesse in... Reis, Jansen. Speelt iets dieper en hier is de paas en het doelpunt van Boni. Wat schitterend uitgespeeld door Vitesse. Van Ginkel. Havenaar eronder door, maar Boni niet. 2-2. De spitsen van Boni voor nummer 3. Hij schuift de bal in de hoek als Nordveld de andere kant op gaat. Van Aanholt. Boni. Van Aanholt. Van Aanholt. Redding te Rauwelaar. En dan is daar natuurlijk Wilfried Boni. Van de Heide. Boni. Makkelijk weggedraaid bij Botteguin. En dan aanzetten en schieten. 3-0. Wat een fenomeen. Wilfried Boni. Veel Staphorster fans meegereisd naar de Gelre Dome. Maar zij zien Vitesse al in de tweede minuut op voorsprong komen. Dat is even lekker zeg voor Wilfried Boni. Want Fred Rutte heeft geen risico genomen. Oud-Emmerspeler onder meer, nu dus speler bij Staphorst. 1-0 dus en dit is 35 minuten later opnieuw Wilfried Boni. Hij maakt er 2-0 van. Boni, de tweede helft en het is op. Kaats van Reis, daar komt de Boni en 1-1. Hij miste dus één grote kans en... Kakuta en Boni. Dat is dan de beslissing in de wedstrijd. En natuurlijk... Jansen. Bij de tweede paal, Reis. Komt hem terug naar Boni. En daar is hij, de treffer. En daar is het moment van Boni. En Vitesse kan nog geen opening vinden. Kalas richting Boni. Daar is Boni! En daar is zijn doelpunt. Het is de eerste echte kans voor Vitesse. Jansen. Kakuta heeft niet overzicht. Ja, Boni mag hem maken. En hij maakt hem ook. 3-0 voor Vitesse door Wilfried. En wat paniekerig verdedigd. Dus Jansen. Boni was er toch nog. Geen buitenspel. En dus maakt hij zijn tweede. De assist is van de uitblinker vandaag bij Vitesse. Boni, back in town, had de omhaal in de eerste helft. Nu de strafschop voor Vitesse. Ja, in dezelfde hoek die Mertens ook uitkoos in de eerste helft. Het is Van Aanholt. Boni, Boni. Toch 2-2 en weer Boni. Wisselt de doelman. Kan een penalty stoppen. Maar deze niet. Vitesse op 2-0 en dan heeft het in ruim een kwartier. Ibarra, Ibarra, Boni, Boni. Wat een schot zeg. Wat een schot van Boni. En wat is het toch een fenomeen. Boni, 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 4-1, ja. Zo vloert Vitesse Heracles in. Boni maakt even de beweging. Boni met zijn derde. Boni, ja, dan is het eenvoudig scoren. Daar gaat Boni. Geen buitenspel. Boni, Boni, Boni. Ja, wat een simpel doelpunt. Vitesse afwachtend in de tweede helft. Maar hij heeft maar één kans nodig. En kijk wat hij onder zijn shirt draagt. Eerbetoon aan Theo Bos. En in deze wedstrijd moet Boni natuurlijk scoren. Ibarra, goede sliding van Havenaar. Daar gaat Boni. Daar is Boni. Daar is Boni. En dus is het 1-0 voor Vitesse. Nog geen kans gehad. Felle tackle van Havenaar en Van Ginkel. Met Boni in de buurt. Dan is het altijd gevaarlijk. Van Ginkel. Boni. Boni. En ongelooflijk. Het is het eerste moment van Vitesse. Het is het eerste moment van Boni en het is bij deze hoekschop 6 minuten nog in de eerste helft.
Boni of Havenaar. En Boni, maar de bal is over de doellijn, zegt de grensrechter. Dan zal er wel snelheid gemaakt moeten worden. Asiente verspeelt de bal wel heel knullig. En daar komt een bijna niet te missen kans voor Boni. En bijna niet te missen kansen voor hem zijn niet te missen kans. Om nog nieuw leven in te blazen. Want daar is Boni opnieuw en het is raak. En opnieuw dus hij. Onnodig moeilijk. Boni gestart, buitenspel. Geen buitenspel. Vlag blijft naar beneden. Boni nog op de huid gezeten door Luijks. Maar hij rost hem er met een noodgang in dit keer. 3-0. En bijna Boni. Alsnog Ibarra. Boni, daar alsnog Boni. Zo pakt hij natuurlijk zijn doelpunt mee. Is het 0-3. En Boni. Jansen kan nu alsnog de bal oppikken. Doet hij het zelf of geeft hij af? Hij geeft af. Boni, geen buitenspel. 2-0. Erg sociaal van Theo Jansen om Boni zijn 31ste goal van het seizoen te gunnen.